Lars Jutte, jullie spelen morgen uit bij Eindhoven. Nou weten we dat ja, uit en Excelsior toch nog altijd niet even goed samengaat. Wordt het weer heel lastig? Nee, ja, uitwedstrijden zijn altijd lastig als thuiswedstrijden natuurlijk. Maar ja, Eindhoven heeft ook weer een nieuwe weg ingeslagen. Net als Excelsior dit seizoen, denk ik. Vorig jaar slecht gepresteerd. En als je kijkt wat ze nu al hebben behaald, dan is dat wel een positief, denk ik. Ja, om een goed elftal om morgen tegen te spelen. Veel mensen zeggen het altijd, hè? Uit is lastiger dan thuis. Kan je voor de leek uitleggen waarom? Want een leek zou zeggen, ja, het veld is hetzelfde, de bal is vaak hetzelfde, twee doelen. Nou, als ik voor mezelf persoonlijk spreek, dan heb ik daar nooit zo'n last van of ik uit of thuis speel. Maar je merkt toch op een of andere manier dat, ja, dat je wel probeert hetzelfde spel te spelen. Alleen als je kijkt, vorige week bij Den Bosch, dan toch met het... Je staat er toch een stukje publiek achter. De thuisploeg kan toch altijd wel wat extra geven. Ik merk dat zelf. Merk je dat toch ook altijd wel als we hier spelen natuurlijk. En, maar ja, ik vind het is wel een slecht excuus. Dus daar moet ik wel heel eerlijk in zijn als ik ook voor mezelf spreek. We hebben een goede week achter de rug. Maar vorige week bij Den Bosch, je geeft het zelf al aan. Ja, een off day. Hebben jullie er nog veel bij stilgestaan deze week? Nou, we hebben het natuurlijk wel over gehad, want we hadden op zich wel een goede serie neergezet. Ik denk dat de laatste 7 wedstrijden hadden we er 1 verloren, hè, de Graafschap uit. Ja, we kwamen er gewoon de afspraak eigenlijk die we hadden gemaakt. En die reeks waar we eigenlijk goed voetbalden, kwam van Den Bosch helemaal niks terecht. En, maar ja, daar kun je dan die zondag nog even bij stilstaan en dan moet je maandag moet je die knop weer omzetten. En ja, die heb ik een keer verloren bij Den Bosch. Het is gewoon morgen weer voor die 3 punten gaan. Ja, heb je het idee dat het gewoon een incident echt was? Ja, ik denk het wel. Dus kijk, je scoort toch uit, scoor je weer 2 goals. Dus in principe is dat wel positief, hè? Dat je ook nog wel meer kansen creëert zelfs als die 2. Dus ja, ik kijk wel positief naar morgen. Ik zie jullie niet iedere week spelen. Aan het begin van het jaar maakte je heel veel indruk. Jij was ja, by far de beste speler van Excelsior. Mijn idee is dat het de laatste weken ietsje minder met jou ging. Klopt dat? Ja, ik heb natuurlijk ook op andere posities gespeeld. Dat in teambelang natuurlijk. Hè. Bortaka was op dat moment ziek, waardoor ik aan de linkerkant moest gaan spelen. Dus iets meer vanuit het teambelang dan van mijn eigen belang natuurlijk net kort achter de spits te spelen. Maar ja, uiteindelijk, als je kijkt, ben je misschien minder opvallend. Maar ik denk wel net zo belangrijk in mijn taken die ik dan op dat moment uitvuur op die positie. Dus ja, misschien valt dat een beetje op, maar ja, over het algemeen denk ik dat ik met 6 goals en 2 assists het aardige op de rails heb deze afgelopen 13 wedstrijden. Gaat te ver om te zeggen dat je de laatste week iets minder in vorm was? Ja, vind ik wel. Wat ik zeg, ik heb natuurlijk vanaf links wat moeten spelen de afgelopen 2 wedstrijden. Is toch altijd weer even zoeken, want daarvoor bouw je wat automatismes in. Op je eigen positie. En, dus dat was even omschakelen. Maar ja, ik ben ook pas 23. Dus voor mij zijn dat ook weer leerprocessen, laat maar zeggen, die ik mee kan nemen naar het vervolg. Waar staat dit Excelsior? Want alles staat zo dicht bij elkaar. Als jullie bij Den Bosch hadden gewonnen, stonden jullie gewoon bijna in de top. Heb je al een beetje het idee toch waar jullie echt staan in deze competitie? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Omdat je veel gelijk hebt gespeeld afgelopen wedstrijden, denk ik. Dus ik ben er wel positief over, maar om te zeggen van nou, waar we echt staan, is voor mij ook nog een raadsel. Ja, maar de topclubs bovenin, Sparta en Excelsior, daar hebben jullie in de wedstrijd bewezen dat jullie niet minder waren. Nee, dat klopt. Ik denk zeker thuis dat je in ieder geval gewoon zeker 2/3 of moet winnen van de wedstrijden. In de Jupiler League en ja, de uitwedstrijden moet je gewoon punten, zoveel mogelijk punten gaan pakken. En dan kun je hoge ogen slaan. Alleen, ja, net zoals wedstrijden tegen Den Bosch, ja, die off days, ja, die moeten er eigenlijk wel uit. Wil je meedoen om de prijzen op het einde van het seizoen?